In de Lange Beeldekenstraat, midden in de Zeefhoek, het volkse hart van Antwerpen, ligt de Heilig Hartkerk. Onder de vleugels van deze parochie ontstond 14 jaar geleden het vlot. Boven de kapel ligt een gezellige huiskamer waar daklozen elke dinsdag en donderdagnamiddag terecht kunnen voor een kop koffie of een tas soep. Maar vooral ook voor een luisterend oor bij Niek en de vele vrijwilligers. Eigenlijk zijn wij een grote familie doorheen de jaren. En een familie waar ze van weten dat die er altijd is op dinsdag en donderdag. En dat ze daar ten alle tijde welkom zijn, wat er ook gebeurt met hun leven. En hier binnen wandelen is voor hen ook even rust zoeken. Voor sommigen effectief even thuiskomen bij God, een kaarsje aansteken voor iets of iemand en vaak ook een kaarsje aansteken voor een overledene. En er gebeuren in deze kapel ook heel wat diensten voor mensen van de straat die overleden zijn. Soms zijn ze niet aanspreekbaar, soms hebben ze een crisis of een zeer dringende vraag. Soms is het gewoon plezant en wordt er gelachen en worden er wat moppen verteld. Elk in de sfeer waarin hem op die dag is. Hè. Frank is geboren in de gevangenis en opgegroeid bij pleeggezinnen. Als volwassene belandde hij opnieuw in de cel. En hij leefde ook een tijdje op straat, samen met zijn vriendin Anoushka. Hij kan bij het vlot altijd rekenen op de steun van Niek en haar collega's. Intussen is hij al enkele maanden afgekikt. Ik ben net aan het zeggen tegen hem in de zomer als ik Frank tegenkwam. Ofwel was hem aan het wenen, ofwel was hem kwaad en agressief. En nu zit hier terug een gewone Frank naast mij. Hè? Dus ik ben kei content dat hij iets aan zijn problemen gedaan heeft. Hè? Maar op het moment dat hem dan wenend of kwaad hier zat, ja, dan was hem hier ook. Hè? We hebben op straat geleefd van 2000 tot 2003. De ene dag hadden we woest, ik moest in een bieker slapen, de andere dag niet, dan sliep ik in een kraakpand of zo, of mijn kameraden, van haar dat zij kende, of ik. Dan was ik aan alcohol en aan drugs. Dus het echt, en bedelen. Hè. Dus, die stel of zo hebben wij nog niet gedaan. Hè. Wel bedelen en ons drugs kopen en alles. En drinken. Ik kwam u hier altijd tegen, daar aan Sint-Elisabeth, aan de metro. Ja. Daar zat je altijd, hè? Ja, op een bankje. Ja, een plekje altijd. Ja, dat was uw plek, hè? Bankje. 4 jaar geleden verloor Frank zijn vriendin Anoushka. Ja, ik heb die graag gezien ook, hè. Dus, en ook de manier waarop dat ik mijn vrouw afgegeven heb. Hè. Met openbaar dronkenschap, opgepakt met de police en niet meer teruggezien. Maagbloeding. Ik dacht dat ze een rode wijn aan het overgeven was, maar dat was bloed. En een uur later gewoon te kijken. En dat was bloed, dus het was al te laat. Dus morgens om 9 uur. Hè. En ze kwamen ze dat vertellen met papiertje in hun handen. Meneer, komt slecht niets brengen naar u. Die is maar 5 minuten aan, bij mij aan de deur geweest, 5 minuten. Maar het was wel een kameraad bij mij. Hè. Ik zei tegen hem, zoveel mogelijk niet doen. Ah ja, zit hem gewoon nog vlot, nog niet. En zo ben ik nog vlot gegaan en de ondersteuning van Niek gekregen. Maar Niek had eigenlijk alles geregeld voor mij. Op iets moment, ik was er al. We zien mensen hier thuiskomen en doordat ze kunnen thuiskomen, zie je hen vaak ook openbloeien. En zie je hen, vooral doordat ze op verhaal kunnen komen, ook kijken naar hun eigen leven. En hier of daar, waar dat ze kunnen, soms wel een stap zetten in hun leven. Maar hun leven is zo ingewikkeld dat grote stappen met in één keer zetten lukt. Meestal niet, is onmogelijk, maar er worden wel veel kleine mooie stappen gezet. En er wordt hier vooral naar de mooie kant van het leven gekeken en naar de mooie kant van mensen gekeken. Mensen die heel getekend zijn, maar die ook als mens heel veel te bieden hebben. Het is een wijk vol uitdagingen. Hier leven 178 nationaliteiten samen. Een gemeenschap waar ook jongeren hun weg zoeken. En daarom richtte broeder Kenny enkele jaren geleden hier Jufra op, de jongere Franciscanen. Je bent een babytje, je bent klein, je hebt heel veel bescherming nodig. Je bent nog niet zoveel, je bent nog klein. We gaan nu op wandel naar de mooiste tuin die jij kent. Beeld u in dat je daar nu met uw ogen dicht inloopt. Inwandelt. Franciscus was iemand die
heel veel keek naar alle soorten mensen. Dat konden zieke mensen zijn, dat waren rijke mensen, dat waren arme mensen. Die stonden eigenlijk open voor iedereen en dat zijn dus onder andere ook jongeren. Meer over Joufra volgende keer. En dan trekken we ook samen met Vlot naar Averbode.